welkom bij House of Wool. Mijn naam is Elisa en dit is mijn kleine plekje op het internet waar ik mijn handwerk met jullie deel. Ik borduur, brei, haak, spin en soms kleding naaien. En dit alles doe ik hier. Wat goed ging, wat fout ging, echt alles. Het is vandaag podcast nummer 13. We zijn er weer 13 filmpjes verder en dat zijn een hoop weken en maanden in totaal. Ik heb vandaag een heus lijstje gemaakt. Ik heb ook een lijstje met doelen voor jullie gemaakt voor mezelf voor het eerst. Normaal doe ik dat niet. En nog een paar dingetjes wat ik op de planning heb staan / gekocht, wat ik eigenlijk niet zou doen. Een kleine opmerking voor vandaag. Dit filmpje was vandaag gepland en mijn buurvrouw is jarig. Gefeliciteerd. En die heeft natuurlijk bezoek. Ik heb alles dicht gedaan, dus ik hoop dat je het niet hoort. Mocht je het wel horen, ik kan er niks aan doen. Ik heb mijn best gedaan. Dus ik heb overal weer wat liggen. Ik zal dus naar beneden spieken af en toe. Ja, ik begin vandaag met het haken. Of misschien moet ik eerst een hele kleine opmerking maken. Die hierna ook niet meer de opmerking niet meer kan maken. Want vorige filmpje heb ik gezegd dat ik alles op mijn blog ging zetten. Dat ik Revelry aan de kant schoof. Maar ik heb, zoals ik op Instagram heb aangegeven, de rekening gehad op wat mijn blog zou gaan kosten. Dat is veel geld. Daar kun je een hele mooie wol van kopen. En ja, inmiddels is die ook uit de lucht. Kun je daar niet meer kijken. En ja, ik zal alle projecten qua breien, spinnen en haken, die komen op Revelry te staan. Dus daar kan je dan alle informatie vinden. Beneden in de beschrijvingsbox, daar staat de linkjes voor naar mijn Revelry, naar mijn Instagram. En daar kun je dan eigenlijk alle informatie vinden. Ik ga niet meer een hele lijst maken met wat ik dus allemaal heb verteld. Hier aan de zijkant ga ik de informatie neerzetten of onderin. Ik weet nog niet hoe ik dat doe. Vorige keer ging het goed. Ook de plaatjes zal ik er weer in plakken. Ik vind het leuk om te doen dat je ook een voorbeeld hebt waar ik het over heb. Dan kunnen jullie op die manier alle informatie ook krijgen, vinden. En hoef je eigenlijk alleen maar even het filmpje pauze te zetten. Kun je het zo even overschrijven of overtypen. En dan heb je ook je informatie. En anders ga je, als het om breien en haken gaat en spinnen, ga je naar Revelry. En dan kan je alles in mijn projecten en mijn... Je hebt tegenwoordig bij Revelry ook een kopje spinnen. Ja, spinnen. Waar je alle projecten kan zien van handgesponnen garen per persoon. Dus volgens mij kunnen jullie dat ook daar zien. Ja, dus dat wil ik even medegedeeld hebben. Ik wil het mezelf zo makkelijk mogelijk maken. Zo social media arm mogelijk. Niet helemaal, want ik vind het superleuk. En ik vind het leuk om de filmpjes te bewerken. Maar ik heb geen zin om alles overal steeds hele lijstjes te maken en zo. Dus dat kunnen jullie zelf even opzoeken. Ja. Klinkt helemaal onaardig, maar ik bedoel het niet onaardig. Ik moet ook handwerken. En anders kom ik niet aan mijn handwerken toe. En ik heb deze week dus wel veel te laten zien. Veel dingen die af zijn. Ik ben niet een vlogster, podcaster, die nu allereerste projecten die af zijn gaan doen. En dan de projecten waar ik mee bezig ben. En ik doe even per onderdeel. Dus ik begin met haken, dan ga ik breien, over breien hebben. En dan over beduren en dan over kleding naaien. Dus ik doe even per onderwerp. Leek mij het handigst. Dus laten wij beginnen met wat ik de vorige keer al liet zien. Dan moet ik hem wel meteen goed doen, want anders ziet het wel gek uit. Mijn kinderen hebben er al mee gespeeld. Dat is de roze prinses. En ik ben er niet heel blij mee. Mijn dochter vindt het prachtig. Die is blij, die is gelukkig, helemaal goed. Dit is de roze prinses van het Mini Kingdom van Olga Novista. Waarschijnlijk een Russisch-Apoolse dame. Uit dat boek komt hij. Ik heb het met ledlopigaren gedaan.
Ja, ik vind het, de stijl dus echt geweldig. Maar hij is me te groot. Voor deze poppetjes. Ja, de naam zegt het al. Mini Kingdom. Die moeten niet zo... Oh. Die moeten niet zo huge worden. Het is, maar kijk hoe groot. Daar heb ik niet een heel groot hoofd. Maar toch, hoe groot. Ja, ik weet niet. Ik vind hem iets te groot. Dus ik heb iets ander garen. Daarvoor geregeld. Maar daar vertel ik je straks meer over bij hetgene wat ik gekocht heb. Dus ja, hij is af. Let Lopie. Je kunt op Ravelry dus dit poppetje vinden. Met alle kleurtjes die ik heb gebruikt. Mocht je hem nou exact dezelfde kleuren willen maken. Ik vind hem wel schattig geworden. Ik vind hem met de oogjes en zo wel erg schattig geworden. Hij haakte uiteindelijk ook doordat ik het Engelse boek heb gekocht in plaats van de Nederlandse. Haakte die ook gewoon makkelijk. Niet heel ingewikkeld. Ja, genoeg afwisseling. Ja, ik vind hem leuk geworden. Alleen een beetje grof. Maar hij is wel leuk. Het staat leuk bij het keukentje van mijn kinderen. Die hebben in de woonkamer hebben ze een keukentje. Dat is echt de speelhoek. Daar willen we misschien straks als ze iets groter zijn een tafeltje bij maken. Maar in dat keukentje zit al het speelgoed wat beneden is. En de rest staat op hun kamers. Omdat wij geen heel grote speelhoek of zo in huis willen. Dus we willen het een beetje minimalistisch houden. En inmiddels, als ik nu zo, want ik, achter de camera staat hij. Als ik daar nu kijk, zie ik allemaal gehaakte groenten, gehaakte ander speelgoed. En inmiddels dus ook een roze prinses. En nog twee andere roze insecten. Dus de roze prinses is af. Wanneer ik met de volgende uit het boek ga beginnen, weet ik nog niet. Ik heb eerst een andere planning. Ik moet een belofte nakomen die ik een jaar geleden heb gemaakt. Dan maakte ik na de roze prinses deze af. En dit is de honeybee van Lalilala. Lalilala. Het blijft een naam ook altijd een beetje... meestuntel. Maar de honeybee. Ik heb hem wel iets andere kleuren gedaan. Want nu is de bij. En nu is de larf. En hierbij hoort dan nog een honingraad en een bloem, geloof ik. En dan heb je echt zo'n speelset, leerset. Die wil ik nog wel gaan maken, maar ik heb daar niet zoveel haast mee. Dus ja, je kan ze helemaal verkleden. Dat is eigenlijk wel, ja. Zelfs mijn zoon vindt het echt leuk om te doen. Die gaan dan zitten en die haalt hem dan eraf. Mijn zoon is 14 maanden. En dan geeft hij weer aan mij en dan moet ik hem weer opdoen. En dan wil hij hem weer en dan haalt hij hem weer. En dat spelletje doe ik... 100 keer dan achter elkaar. Dat vindt hij geweldig. Nou ja, ik vind het ook leuk. En mijn dochter die vindt het ook leuk om hem zo ook weer helemaal tot een bij te toveren. Ik ben erg blij hoe deze is gelukt. Ook met de oogjes is het echt wel goed gegaan. Soms is het best lastig, want ik heb niet zo'n officiële tang. Dus ik doe dat met de hand, wat vrij lastig is. En dan... gaat hij niet altijd helemaal goed. Soms gaat hij iets te ver door. Dat heb ik bij het volgende project. Maar deze... Ja, hij is echt goed gelukt. Ik ben er erg blij mee. Ik vond de vleugeltjes vond ik wel een beetje lastig. En ik moet wel eerlijk toegeven... met letlopie garen iets vastzetten... zonder dat het draad breekt. Dus je moet echt heel bewust daarmee bezig zijn. Met katoen kan je natuurlijk gewoon aantrekken en doen. En dat heb je met andere... wol ook al meer, zoals met baby merino wol kan je al meer gewoon even aantrekken dan met letlopie. Letlopie breekt veel sneller. Het is een hele mooie stijl. Ik word hier echt heel gelukkig van hoe dit allemaal bij elkaar dus staat en hoe mijn kinderen er ook blij mee zijn. Maar het is wel iets lastiger, iets lastiger vast te maken. Maar de bij is af. En ook deze kun je vinden op mijn Ravelry met alle kleurtjes welke ik heb gebruikt.
Mocht je nu... Ik heb wel een aanpassing gedaan. Dat moet ik er wel bij zeggen. Deze band, die moest je... Die haakt hij eerst... Zeg ik dat goed? Ja, die haakt hij eerst in de ronde. En omdat ledlopie... Dat krimpt minder in elkaar. Zoals met katoen, dat krimpt helemaal in elkaar. Met deze steek die ze hebben bedacht. Ik weet niet of je het... Ja. En met ledlopie doet hij dat minder. Dus ik moest hem een stuk inkorten. Dus minder toeren maken. Anders zag je er niet zo uit. Ik weet niet meer hoeveel... Ik heb geloof ik iets van 4 of 5 keer de heen en weer minder gedaan. Geminderd, zeg maar. Maar hij is goed gelukt. En hij kan goed aan en uit. Dus ik vind hem leuk. Mijn kleine bij. Ja, een goed gelukte bij. En ik vind het ook wel leuker dan als je deze kleur. Dat is Heather volgens mij uit mijn hoofd. Die is... Je kan een wit gezichtje maken natuurlijk. Maar ik vind dat wel heel wit en juist... Laat ik het volgende project ook meteen zien. Zelfde stijl. Maar juist die kleuren vind ik beter. Nou, nu kun je nu zien met de oogjes. Dat bij deze de oogjes, één oog, echt te ver naar binnen is gedrukt. En je krijgt ze ook niet zo makkelijk los. Want het zijn veiligheidsoogjes. Dus dit was de Honeybee van Lalilala. Lalilala. En dit is de Grave Sneeuw, ook van Lalilala. Ja. En deze heb ik dus compleet gehaakt. Nou, je ziet, ik ben niet helemaal blij met de oogjes. Het is een beetje... Hij is te veel naar binnen gegaan. Maar hier, je kan hierbij de muts vastzetten. Maar dat heb ik bewust niet gedaan. Omdat mijn kinderen het zo leuk vinden om dat af en... op te zetten. Ik heb andere kleur gebruikt. Deze had geel gemoeten. En dit had lichter gemoeten. En het had een hele andere kleurpalet. Maar ik vond dit gewoon wat meer passen bij de rest van de poppetjes. Ik heb alleen de bovenkant van deze. Die is niet gegaan zoals het moest. Dus die is echt slordig. Dat is op zich niet heel erg. Me erbij neergelegd. Soms kan je dingen niet perfect doen. En hierbij hoort een ei. In het patroon begin je met deze te haken en dan maak je deze. Nou, mijn tip is wel, als je deze ook gaat haken, haak het andersom. Haak eerst deze helemaal en dan deze, want dan kan je hem een klein beetje aanpassen. Want, nou, kan je deze vrij goed indeuken. En hij past er met moeite ook nog wel in. Ik zal het laten zien. En misschien een andere kleur voor de ei gebruiken. Want het ziet er anders een beetje gek uit. Maar even proppen. Zo. Hoppadup. Ik denk dat als ik hem andersom had gehaakt. Dus eerst de slak. En daarna... Dat ik hem een paar toeren langer had gebreid. Dus je ziet, hij past nog wel. Maar ik had hem dan denk ik iets langer gebreid. Gehaakt. Zodat hij er makkelijker in zou passen. Maar dit is een leerzaam speelgoed. Zo kunnen ze leren dat een slak zulke eitjes legt. Wel, wat ik had gelezen, wel 30 tot 60 eitjes. En daar hoeft een slak niks meer aan te doen natuurlijk. En dat daarna zo'n heel schattig klein slakje die al je plantjes opeet als je een moestuin hebt, eruit komt. Ik heb echt een slakkenplaag bij mij met zijn. Wij hebben dus een grote bak wat als moestuin doorgaat. Ik had vroeger een volkstuin totdat ik verhuisde en 2 kinderen kreeg. Dus nu heb ik het hier bij huis, een grote bak. Echt een grote bak. 2 meter nog wat bij... Maar er zijn hier heel veel slakken. Dus ik vond het wel toepasselijk. Een slak met de slakplaag. Ook met deze. Ja, ik ben er wel verder heel erg blij mee. Ik vind dit vond ik echt heel grappig. Ik vond het ook heel grappig om te doen. Het haakte ook makkelijk. Het haakte makkelijk en het naaide ook eigenlijk wel ondanks ledloopje wel makkelijk vast. Dus nog een slak.
Dus ze kunnen genoeg. Ja, ze hebben. Ja, dit was dus vooral mijn proces de afgelopen 3 weken nu inmiddels. Ja, 3 weken is ongeveer wanneer dit filmpje opgenomen werd met de vorige. Dus ja, kinderspeelgoed. En ik vind het ook wel leuk dat mijn kinderen. Ik was bij mijn broer even bij het huis kijken, die ze zijn verhuisd. En dat ik daar zit. En toen had ik. Ik had een slak volgens mij meegenomen. En dat ze allemaal ander speelgoed neerzetten. En dat die dan toch met de slak ging spelen. En het echt lang duurde voordat hij met ander speelgoed ging spelen. Maar dat toch zo'n slakje of zo'n prinses of iets. Dat toch zoveel. Ja, dat ze dat zoveel plezier geven. Nou moet ik wel bekennen dat ons speelgoed. Hoek voornamelijk hout. Stof. Ja, eigenlijk natuurlijke materialen is. En eigenlijk zo min mogelijk plastic. Nu heeft mijn dochter laatst wel met haar verjaardag een klein, zo klein plastic popje gekregen. Maar om eerlijk te zijn, ze speelt er helemaal niet mee. En dat vind ik echt zonde, want dan krijgt ze speelgoed waar ze niet mee speelt. Dus dat moeten we misschien maar een keer doorgeven aan iemand die er wel mee gaat spelen. Maar dat was het haken wat ik gemaakt heb. Dan gaan we naar het breien. Nou, zoals ja, bijna iedereen wel weet, is de koffieboontjescall van It is a Sarah. Ja, dat is nu op zijn eind vandaag volgens mij dat ik het opneem. Is het de laatste dag of morgen? In ieder geval juni, eind juni. Ja, dat is de laatste dag. Je zag op Instagram de ene na de andere sokken tevoorschijn komen. En ja, ik hoefde niet zo snel. En ik merk ook, ik heb inmiddels wel geleerd dat ik echt een beetje baldadig misschien ben. Ik weet het niet, maar als iedereen opeens gaat breien, dan ga ik borduren. Of als iedereen opeens gaat spinnen, dan ga ik haken. Dus juist omdat iedereen iets doet, ga ik iets anders doen. Want ik vind het niet leuk om net als iedereen hetzelfde te doen. En ik merk dat ook een beetje bij de koffie. Boontjes kou. Ondanks dat ik echt een super. Ja, ik vind het een geweldig steekje. Ik ben ook heel dankbaar dat It's a Sarah. Ja, het heeft opgezet zodat ik toch het koffieboontje heb leren kennen. Want ik had dat nog nooit gehaakt, gebreid. Ik ben de hele tijd het haken en breien door de war aan te halen. Dus ik ben wel heel blij dat ik het op die manier heb leren kennen. Maar ik merkte wel dat ik. Toen iedereen zo fanatiek bezig was en de ene naar de andere sok. Werd gedeeld dat ik juist zoiets had van laat maar, ik ga even op mijn gemak haken en dan straks als het voorbij is maak ik lekker de sokken af en deel ik het en het hoeft allemaal niet terwijl iedereen dat al doet. Dat is wel een les die ik weer eens heb geleerd van mezelf. Ik ben niet zo goed in met z'n allen hetzelfde doen. Desalniettemin ben ik echt heel erg blij met hoe de sokken uitkomt te zien. Moet je kijken. En ik heb de laatste week wel weer echt gebreid. Ik had ook. Nou, dat is trouwens echt belachelijk. Dat wil ik eigenlijk wel even delen. Dat is echt belachelijk. Ik heb het op Instagram ook gedeeld. Dus mocht je me op Instagram volgen, dan weet je dat al. Ik had mijn laatste vaccinatie, mijn tweede prik gehaald. Nu kan je misschien denken, waarom zei je al de tweede prik? Je bent niet zo oud. Nee, medische indicatie mag je eerder. maar ik had mijn tweede prik gehaald. Ik had deze meegenomen om te breien. Dus ik zat die 15 minuten dat je moet wachten. Wat ik begrijp, maar irritant vond. Zat ik te breien. En er komt zo'n meneer langs. Die dan iedereen in de gaten houdt. De AID meneer, zeg maar. En ja, ik moet hem ook even omschrijven. Want dat legt het, waarom het zo raar was, beter uit. Dat was een meneer. Kalend, hele dikke biebuik. Ik vond het wel grappig dat hij dan de AID-meneer was, terwijl hij er hartstikke ongezond uitzag. Maar ja, echt een beetje dat je denkt van, laat maar. Die ging dus tegen mij van, hè? Serieus? En die zei ook echt serieus. Serieus? Ben je daar niet een beetje oud voor? Dat ik echt zoiets had van, what the fuck? Waar slaat dit op? Ik zei, ja, ik moet toch wat doen?
Ja, dat was dan ook alweer zo. En wat ik aan het breien was, ik zei een sok. Al voor je spaargeld zeker, dan hoeft hij niet zo groot. Ik denk, wat heb ik jou aangedaan? Dus ik zei, of juist wel. En toen liep hij gelukkig door. En ik had zoiets van, man, wat is dit raar. Dat iemand gewoon... Meestal krijg ik hele positieve feedback erop. Dat ik aan het handwerken ben. En dat iedereen dat heel bijzonder vindt. En eigenlijk wel heel knap. Maar deze meneer, die was gewoon zo... Dat ik dacht van... Waarom? Nou, ik kon er gelukkig, zoals je ziet, om lachen. Want ik vond het zo bizar. Nou, dankzij dat kwartiertje heb ik wel het laatste stuk lekker... Ik had net de hiel af en geminderd. En dat laatste stuk heb ik toen even daar nog gebreid. De garen is nog steeds, dat is niet veranderd natuurlijk, van onion, knit en netel sokken. En de kleur is plum. En dat is 10,23. Mocht je willen opzoeken. Dus dit is mijn koffieboontjes sok. Lange na niet af. En ik ben er helemaal blij mee. Ik merk wel weer hoe leuk ik sokken breien vind. Als er een uitdagend steekje in zit. En ik heb ook geleerd dat sokken van boven naar beneden breien. Dat voor mij het allerbeste werkt. Dus allemaal lesjes. Dankzij deze sok. Dus wordt vervolgd. Dat was het breien. Want verder heb ik eigenlijk niet gebreid. Nee, verder heb ik niet gebreid. Gek hè? Op een moment breien heel veel. Op een moment haak je heel veel. Dan gaan we verder met het... Ja, we beginnen met het kledingnaaien. We gaan verder met het kledingnaaien. Ik heb een tijd geleden... had ik stof met mijn dochter uitgezocht... om een jurk te naaien. Ik had het helemaal uitgeknipt. Ik had het begin gedaan. En toen gooide ik hem in de hoek. Want ik wilde het wel perfect doen. En ik werk tegenwoordig op een om de week. Dus de ene week zaterdag, de andere week zondag. Dus met z'n allen thuis zijn. Ja, is maar één dag. En om dan achter een naaimachine te gaan zitten vind ik eigenlijk wel een beetje ongezellig. Ja, en verder nam ik ook niet echt de tijd om verder te gaan. Omdat ik hem perfect wilde maken. Maar dat kan niet. Nu zie ik iets wat heel raar eruit ziet. Als we het nou toch over niet perfect kunnen maken. Dat is eigenlijk wel heel raar. Geen idee. Zien we niet. Je zit op de achterkant. Nee, dus ik heb hem inmiddels afgemaakt. Hij lag al heel lang boven. Dit is, ik zal eerst even... opzoeken. Hoe heette die ook alweer? The Wrap. Ik schrijf het even hierop. Het is zelfs moeilijk. The Wrap. Hupplepup dress van dit. En de stof komt van babystofjes.nl en het is tricot. En dit is hem. Dit is hem geworden. Ik heb... De onderkant moest je eigenlijk maar één keer omslaan. Maar omdat bij mij steeds... alles omslaat de hele tijd, heb ik hem een extra keer omgeslagen. Zodat je een net randje krijgt. Dus als hij dan zichzelf omslaat, dat het er ook gewoon netjes uitziet. Hoe ik dat dus helemaal nog netjes krijg, dat je dat niet hebt. Dat hij niet zichzelf omslaat, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik moet zeggen, hij is toch wel... Hij doet het bijna. Het helpt wel, hoe ik hem nu heb gedaan. Ik had gewoon. Ik kan eventueel een tweelingnaald gebruiken, maar dat. Ik doe eigenlijk alles met één simpele naald. Ik heb ook alleen maar recht toe, recht aan steken. Ik heb niet een. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Dat je het afwerkt en dat het tegelijkertijd snijdt. Een lokmachine. Dat heb ik niet. Ik doe het gewoon heel simpel met een simpele naaimachine. En dit is hem geworden. Ik moet nog wel even. Drukkers bestellen, want er horen twee drukkers. Dat ik eigenlijk... Nou, je ziet het, ik had ze iets meer naar voren moeten doen. Ach, hè? Heb ik weer van geleerd. Maar ik moet dus aan deze kant nog een drukker erin hameren. Het ging trouwens in één keer goed. De vorige keer was ik dus bezig met die drukkers.
En het ging helemaal verkeerd. Want ik heb dan een hamer, nou ja, een dingetje, en dan moet je met de hamer erop tikken. Want ik heb zo'n tang niet. En dat ging heel verkeerd. Echt. Dat was op een gegeven moment stofstuk. Was dus bij de vorige jurk. Heb ik één kant heb ik dichtgenaaid. Maar nu is het wel gelukt. Ik vind het heel erg leuk geworden. Ook met die pofmouwtjes. En het staat er echt super leuk. Het is wel een vrij wijd model voor haar. Dus het is wel denk ik de laatste keer dat ik hem maak. Want ja, het is gewoon een hele slanke dame. En dit is dan gewoon heel wijd voor haar. En ik had hem al helemaal aangepast. Dus ik had hem al smaller gemaakt. Maar omdat ik dit gedeelte... Dat hoort los te zitten, dit. Maar ja, ik vind mij zo'n klein meisje. Als dit de hele tijd zo open gaat staan. Ja, dan vind ik helemaal... Ja, ik weet niet. Ik vind dat niet prettig. Ik vind het niet mooi. Ik hou zelf ook niet van heel erg inkijk. Dit is voor mij echt extreem. Dus dat... dus nee, ik hou van alles wat gewoon netjes is. En netjes wat hoger gesluit. En dat heb ik helemaal bij mijn dochter eigenlijk. En... Dus ik heb dit dichtgemaakt. Netjes met een steekje. En dat is het eigenlijk. Een jurk voor mijn dochter. En hij is af. En toen dacht ik dat deze af was. Oké, nu stop ik met kleding maken. Ik heb geen zin meer. Ik doe het niet meer. Maar inmiddels kriebelt het alweer. En denk ik van oké, als ik het loslaat dat het perfect moet. Ik ben benieuwd of jullie dit horen. Als ik loslaat dat het niet perfect moet, dan kan ik best mooie dingen maken. En ik kreeg op deze alweer zoveel complimenten. Ja, dat motiveert altijd wel als mensen het ook echt mooi vinden. Zelfs de juf van mijn dochter op school begon erover dat ze altijd zulke schattige kleding draagt. En dat ze dan zegt dat ik het heb gemaakt. Nou, dat voelt wel goed, kan ik je vertellen. Dus ik heb gewoon weer eens wat afgemaakt. En ik heb meteen... Ik zat dus op babystofjes.nl te kijken. En dat moet je nooit doen, want er staan zoveel schattige stofjes op. En ik had er nu eentje gezien. Dat zou ook prachtig zijn als een jurk of zo. Ik heb het niet gekocht. Ik moet eerst de stoffen opmaken die ik heb. Dus ik heb wel weer een doel om in mijn vakantie wat kleding te gaan naaien. Dan hebben we wat meer ruimte om het te doen. Dus dat is deze. Dan als laatst. Het borduren. En wie mij volgt op Instagram, had deze mooie zak al gezien. Deze mooie zak kreeg ik, of projectzak. Projectbag kreeg ik van It Is... Nee. Oh, sorry. Die kreeg ik van Nina, van Nina's handwerk. Oh, dit is echt erg. Handwerksite. Ik zei al op Instagram dat ik altijd de naam vergat van de Instagram account en zo. En ze heeft ook een Engelstalige podcast over alleen borduren. Dus een Flosstube. Nou, af en toe wat breien en zo. Maar voornamelijk borduren. En ze had dus deze voor mij gemaakt. En ik wist dat dus niet. Ik vond het wel grappig. Want zij vroeg op een gegeven moment aan mij van... moet ik dit zwart doen of roze? Ik denk, nou, als je het zwart doet, wordt het allemaal wel heel donker. Maar ik ben zelf eigenlijk niet van het hele roze. Maar ik wist natuurlijk niet dat ze ook eentje voor mij ging maken. Dus ik zei roze. En dan ben ik achteraf gezien, vind ik dat alleen maar leuk. Want ik zou dit zelf nooit zo hebben gecombineerd. Überhaupt. Het is geweldige stof. En toch, ja, nu inmiddels, dat ik dit allemaal gezien heb, denk ik wel dat ik het zelf ga kopen. Maar voorheen zou ik dit dus niet kopen. Dus ja, ik vind het alleen maar leuk. Dat juist dankzij haar dat ik nu zo'n mooie projectbag heb die ik zelf zo nooit gemaakt zou hebben. En ik ben er echt gek op. Dus. En deze projectbag die kwam binnen. En toen dacht ik, oké, daar moet een project aan gekoppeld worden. En ik merkte al, en dat is een hele aparte ervaring eigenlijk. Ik ben een nieuw borduurwerk begonnen. Dat heb ik de vorige keer laten zien in mijn vorige podcast. En als ik iets nieuws begin, verlang ik altijd terug naar wat ik al aan het maken ben. En waar ik dan redelijk ver mee ben. Dus waar je echt al iets ziet. En dat had ik dus nu heel sterk. En ik... Ja. En die andere is ook best wel een beetje lastig. En ik had wel zin om iets te maken wat wel veel wisselingen en kleurtjes heeft. Maar niet waar ik niet helemaal gek van word.
Dus ik koppelde aan deze prachtige projectwerk de prinses Asleep. Dan zal ik hier eerst een plaatje nog even laten zien hoe die moet worden. Want het is wel leuk om natuurlijk te zien ja, wat het in totaal wordt, denk ik. En met alle gegevens hoe groot die moet worden en zo. Zal ik er even neerzetten. En dan dit is... Het is veel stof. Dit is... Hij wil echt niet. Waarom wil je nou niet? Ik wil niet op de camera. Dit is hoe ver we nu zijn. En ik ben voornamelijk de laatste tijd bezig met aan deze pagina het zwart borduren. Dan moet ik even meespieken, want ik heb geen idee wat je ziet. Dus ja, ik ben weer bezig met deze. En ik word daar gewoon heel erg blij van. En hij past ook, vind ik, heel mooi bij het projectbag. Kijk, dan geweldig toch? En ik wilde nu even de afgelopen dagen voornamelijk lekker makkelijk borduren. Dus ik heb voornamelijk zwart geborduurd op de volgende pagina. Dat is de derde pagina volgens mij van iets van 40 pagina's of zo. Dus hoef niet, ja, dan moet je wel tellen, maar niet elke keer kleurtjes wisselen. Dus dit is hem tot nu toe. En met deze ga ik dus aankomende tijd ook even verder. En ik vind het ook heel fijn, want ik heb al mijn handwerk heb ik op dit moment opgeruimd. Mijn zoon die kruipt tegenwoordig, hij is dus 14, 15 maanden. Hij kruipt, hij pakt alles, hij is een kind dat alles in zijn mond doet. Dat deed mijn dochter helemaal niet. Die kon je al heel snel hele kleine speelgoed geven, want dat ging wel goed. Maar mijn zoon die, ja, dat is een probber. Dus ik moest even al mijn handwerk opruimen. En ook wat rust in mijn handwerk brengen. Want ik had gewoon te veel beneden liggen. En ik vind het dus nu wel fijn dat ik dus zo'n tas heb waar alles aan in zit. En dat die dicht kan ritsen. Want hij kan nog geen ritsjes openmaken. Dus als ik deze hier zo op het kastje laat liggen, is dat geen probleem. Dus dan pak je hem toch ook iets sneller dan als je... Ja. En de standaard die ik heb, die heb ik dus even opgeruimd. Omdat, ja, dat is best wel een groot zwaar frame. En als dat op zijn kopje valt, dan zijn de gevolgen niet overzien. Dus, ik ga met deze aankomende tijd lekker verder. Dan ga ik nu eerst hebben over de doelen voor juli. Ik heb mezelf nog nooit doelen gesteld. Ik ben altijd bang dat als ik een doel stel, dat ik mezelf daar zo aan vast moet houden, dat het gewoon niet meer leuk wordt. Nu heb ik me voorgenomen, ik stel wel een paar doelen. Het zijn doelen. Mocht ik het niet halen, is het niet erg. Mocht ik het wel kunnen afvinken, extra leuk. Dus het is niet iets dat je echt moet halen, maar een streven. Zo zie ik dat. En nu ga ik even mijn boekje erbij pakken. Want het idee is dat ik die mooie koffieboontjes sokken ga afbreien. Nu is de eerste ongeveer af. En als je even gewoon een half uurtje gaat zitten, heb je zo al een hele hoop koffieboontjes gebreid. Dus dat is wel een haalbaar doel, denk ik. Plus ik heb vakantie. Dan wil ik deze prachtige puff sleeve top naaien voor mijn dochter. Ik heb hele mooie linnen liggen in huis. En nu, ja, nu is het geen mooi weer. Het is nu best fris eigenlijk. Het regent de hele tijd. Maar straks als het iets warmer wordt, is het natuurlijk heerlijk om linnen te dragen. En je kan die dus maken met knoopjes. Dat heb ik de eerste keer gedaan. Maar ik ga nu met drukkers doen. Dat kan mijn dochter heel makkelijk zelf ook dicht doen. En dan is het iets steviger. En ik ben nog niet zo goed met knopen naaien. Dus ik knoopsgaten en zo, dat heb ik één keer gedaan. En ik wil mezelf er nog niet helemaal toezetten om dat nog een keer te doen. Dus dat wordt met druk knopen. Dus dat is een doel. Ik heb vakantie. We hebben dagen dat we lekker thuis zitten. Dat ik gewoon even achter het naaimachine kan gaan zitten. Zonder me schuldig te voelen. Dan heb ik een jaar geleden. Ja, dat is inmiddels al een jaar geleden. Ik was bezig met Aaron, de boy. Deze, mooie. Was ik bezig met aan het maken voor mijn zoon. Daar speelt mijn dochter overigens heel erg veel mee. Maar daar hadden ze ook een meisje van. En ik heb toen in die tijd beloofd, ik maak ook het meisje. Dus ik maak voor jou het meisje. We zijn inmiddels een jaar verder. Ik had er geen wol voor.
ik heb geen, wilde geen wol kopen. Maar ja, mijn dochter heeft het inmiddels denk ik al 4 à 5 keer de laatste tijd weer gevraagd. En ze speelt zoveel met die andere pop. Dat ik dacht van, oké, we doen het. Ik ga toch het meisje maken. Dus ik heb daar gisteren wol voor besteld. Vond ik heel moeilijk. Maar ja, je hebt 3 verschillende types wol nodig. Je hebt gewoon merino nodig. Je hebt alpaca nodig. En je had mohair nodig. Ja, ga dat maar eens combineren. En de juiste kleuren bij elkaar vinden. Dat vond ik wel heel moeilijk. En volgens mij is dat wel gelukt. Hoop ik. De jurre, de pop heeft eigenlijk een zwarte jurk. Nou, dat vond mijn dochter niet mooi. En ik vond het ook helemaal niks. Want ik had bij de jongen had ik al het pakje zwart gehaakt. En ja, zwart haken is gewoon echt niet leuk. Dan moet je echt goed licht hebben. Dus dan wou mijn dochter een roze jurk voor de pop. En dat heb ik ja op gezegd. Dus het is wel een beetje uit mijn comfortzone. Maar dat doen we natuurlijk voor ons meisje. Dus het wordt een Else de Dol met een roze jurk. Nou, en roze schoentjes. Dus dat is ook een doel. Maar dat is niet om af, maar gewoon om te starten. Dus dat ik begin bijvoorbeeld het hoofdje af heb of zo. En dan aan Prinses Asleep. Die nu, oh, die op de grond zit. Nee, die staat gewoon hier. Daar wil ik 1500 kruisjes zetten. Nou, als je een maand hebt, dan moet ik 50 kruisjes per dag zetten. Dat moet op zich wel lukken. En als ik minder borduur, dan borduur ik minder. Maar het is een doel. Vond ik wel heel erg leuk om een keer weer een paar doelen te stellen. Om te kijken of ik mezelf weer kan prikkelen om echt weer meer tijd voor mezelf te nemen. En echt even te gaan zitten. Wat best lastig is. Want de schoolvakantie komt eraan. Dus ik zit straks extra veel met mijn dochter. Dus daar moet ik heel veel dingen op gaan verzinnen. En ik wil ook dan naar het strand of zo. En lekker naar buiten iedere dag. Dus het... Ja, het wordt een leuke uitdaging. Dan heb ik nog 2 leuke werks op de planning staan. Eigenlijk 3, maar eentje is een cadeautje, dus ik laat het nog niet zien. Dat cadeautje moet voor 4 oktober, ja, iets eerder waarschijnlijk. Maar 4 oktober is mijn zus uitgerekend van het tweede kindje. Dus ik had een idee. En op zich, als je er even voor gaat zitten, is het zo... Is het redelijk snel klaar. Maar ja, ik kan daar nog niet zoveel over zeggen. Ik weet dat ze dit niet kijkt. Maar stel je voor dat ze wel een keer. Of dat een van de anderen binnen mijn familie het kijkt. Dan weet ze het alsnog. Dus hou mijn mond over dicht. Maar ik heb. Dan moet ik wel even pakken. Ik heb opgeruimd. Ik had dus opgeruimd. En ik heb dus wat wol in een zak gedaan. En al deze wol. Het is katoen, dat is ook niet echt iets wat ik normaal gebruik. Met knuffeltjes waar die echt voor mijn zoon is, ook voor in bed en zo. Ik vind de katoen ook wel weer een prettig idee, want die kan gewoon heel makkelijk in de was. Dit zijn ongeveer de kleuren. En deze kleuren, dat is voor de mega mot. En voor dat cadeautje van mijn zus. Dat zijn die kleuren volgens mij. En dan mega mot. Mega mot is ook... Ik zal het niet even laten zien. Van Lali Lala. En dat is een hele andere stijl dan wat ik normaal maak. Maar ik vind het wel heel erg... Ja, ik vond het wel echt wel toepasselijk voor mijn zoon. En je hebt ook nog de Brimstone Butterfly Playset. Die wil ik ook nog binnenkort een keer gaan maken. Maar ik zie wel wanneer. Ik heb overal dus de wol voor. Sowieso het... De butterfly wordt, ja, dat zit natuurlijk in de trant van deze, zeg maar. Ja, dat wordt dan ook ledlopie. De gewone ledlopie. Dus ja, de gewone. Nee, ledlopie is dat. Dus. En mijn dochter heeft al gezien dat. Ik heb hem ook uitgeprint. Ik doe wat minder op de computer en zo. Dus ik print wat meer dingen uit. Of ik schrijf wat meer dingen op wat ik dan maak. Zodat ik... niet te ver achter een scherm hoeft te zitten. En dan had ik nog wol gekocht. En ik zou niks kopen. En je ziet gewoon, ik heb gewoon allemaal wol gekocht de laatste tijd. Ik was dus niet blij. Wel met de look, dus met de stijl. Dat vind ik echt heel mooi. Maar niet met hoe grof
grof het is geworden. Dus ik deed een oproepje op Instagram, lang leven Instagram, of mensen tips hadden om deze stijl te creëren, maar dan fijner. Nou, die kreeg ik. Dat was eindband van Lopi, dus een dunnere variant van Let Lopi. Ik moet wel meteen vertellen dat deze hele, dat dus de eindband, het is wel een stuk stugger dan wat ik gewend ben. Let Lopi is wat zachter, dus ik ben heel benieuwd hoe dit haakt. Ik moest ook wel heel erg lachen, want nou ja, dit is, zijn de kleuren die jullie van mij gewend zijn. Dat vind ik mooi, dat zijn mijn kleurtjes. Dat vind ik mooi. Maar ja, ik ga het herderinnetje met schaapjes. Ga ik, ik zal even hier een plaatje doen. Het herder. Ga ik daarvan haken. Daarbij had ik kleuren voor besteld. En op de computer zag dit er minder fel uit. Maar moet je kijken. Dit is echt heel erg uit mijn comfortzone. Maar ik heb mijn dochter het laten zien. Gevraagd. Schat, vind je dit mooi? Mijn dochter vond het mooi. Dus ik moet even wennen aan felle kleuren. En dan gaan we een keer een herderinnetje maken. Wat leuk, ja, dat vind ik wel het leuke van haken. Is dat je, het gaat wat sneller. Je hebt kleinere projecten. Je bent eerder er doorheen. Je hebt eerder een eindproduct. Het is heel leuk om te maken, want je hebt echt steeds onderdeeltjes wat je maakt. En dat duurt niet eeuwig. Dat duurt niet zoals een trui heel lang voordat je het af hebt. Het gaat niet mega veel uren in zitten. Dus dat is wat stimulerender dan het breien op dit moment. Daarom vind ik breien van sokken op dit moment opeens ook wel weer leuk. Omdat het niet zo mega doek is wat je moet maken. Dit was het. Ik heb eigenlijk alles wel zitten denken. Ik zit gewoon echt te denken. Ja. De plannen heb ik laten zien. Het doel. Mijn nieuwe wol. Wat ik iets aan doen. Ik heb wel nu echt heel. Nu word ik echt heel streng voor mezelf. En dat ga ik nu ook hardop zeggen, want ik. Anders hou ik me er ook niet aan. Dus ik ga nu heel hard op zeggen. De wol voor de pop. Wat ik beloofd had. Is de laatste wol die ik in 2021 heb gekocht. Ik herhaal. De wol voor de pop. Is de laatste wol die ik in 2021 heb gekocht. Ik mag nu niks meer kopen. Het is klaar. Ik heb zoveel dingen die ik kan maken. Ja, dat is. Dus. Punt. Het is erg ook, ergens ook wel stiekem een beetje ongemakkelijk, maar het moet echt wat. Ik heb nu zoveel leuke projecten dat ik kan maken. En volgens mij is het eind 2021 is nog niet allemaal klaar. En ik ben ook trouwens heel leuk, fanatiek. Nou ja. Nu even niet, want iedereen is aan het spinnen. Maar ik was heel erg fanatiek aan het spinnen met de lapswol die ik had gekocht bij Pure Wol van Drentse Schapen. Daar ben ik wel heel erg mee bezig, maar ik kan ja wel iedere keer een klos gaan laten zien. Maar het is wit, het is niet heel boeiend om te zien. Maar ik heb daarvoor wel echt een doel van. Het is wel leuk, want ik ben nu echt aan het spinnen met een doel. Het is 500 gram. Ik weet niet of ik daar alle wol uitspin die ik nodig heb. Het lukt me redelijk dun te spinnen. Maar ik merk wel met lamswol. Dat Nederlandse schapenwol. Dat ik wat vaker, als je dan zo'n draadje hebt, dat je wat vaker zo'n pluf, een dikke stukje dan weer dun. Dan weer een dikke stukje dan weer dun krijgt. En ergens vind ik dat heel storend. Als ik aan het spinnen ben, moet ik me echt ja, even terugfluiten van nee, het kan niet perfect. Dat lukt gewoon mij niet met die wol. Maar het doel is, als ik die wol heb gesponnen, dat ik daar dus een overgooien voor mezelf ga bereiden. En dan juist die organic look van die
dik en dun en dik en dun. Dat rommelige lijkt me ook wel heel erg een leuke uitstraling gaan creëren voor zo'n overgooien. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dus ik ben wel nog aan het spinnen. Dus mocht je nu denken, ik zie al een tijdje niks van spinnen. Ik ben aan het spinnen. Maar het is witte lamswol. Het is veel wat ik moet opspinnen. Ja, dat is gewoon niet zo boeiend om de hele tijd te laten zien. Dus dat ook nog. Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. We zijn weer een aflevering doorheen. Ja, meer heb ik niet. Ik heb volgens mij best wel veel verteld. Ik ga weer lekker handwerken. Genieten van de laatste dagen dat mijn dochter op school zit. Dat ik even tijd voor mezelf heb. En ik ga dit filmpje natuurlijk weer bewerken met fotootjes en teksten. En ja, ik vind dat is wel echt leuk om te doen. Maar mijn laptop is wel heel... Die zit op het randje. Die kan het eigenlijk niet aan. Ik heb al... Ja, wij zijn nogal van... Tenminste, ja, ik voornamelijk van... Als het nog doet, dan hoef ik geen nieuwe te kopen. Dat hebben we met de televisie. Die is nu echt super traag als je hem aanzet. Want ja, die is ook al weet ik hoeveel jaren oud. Mijn laptop is dat nu ook. En mijn mans computer ook. Dus het gaat er wel aan zitten komen. En ik heb gezegd, dan komen we gewoon één computer samen. Een goede. En dan kan ik makkelijker filmpjes bewerken. Dus nu kost dat wel heel veel tijd. Maar het is wel leuk om te doen. Ik vind het stiekem wel leuker dan foto's maken de laatste tijd. Dus we gaan het zien. Ik ga dit bewerken en uploaden. En dank je wel als je tot hier hebt gekeken. Ik zag trouwens, helemaal vergeten, dat er echt heel veel nieuwe volgers bij zijn gekomen. Welkom. Ik vind het, ja, abonnees is dat dan, hè. Abonnees zijn bijgekomen, welkom. Ik vind het echt superleuk dat langzaam, ja, dit toch echt wel aan, dat we echt richting de 300 abonnees gaan. Dat is voor mij ongelooflijk veel. En helemaal voor een Nederlandse podcast in mijn beleving. Dus ik vind het super leuk dat jullie allemaal kijken. En mocht je nou nog niet abonnee zijn, het is gratis. Je kan hem, dat is de rode knop ergens hier onderin. En je kan een belletje aanzetten mocht je het niet willen missen dat wanneer er wat online komt. Hoeft natuurlijk niet, maar ik heb geen ritme aankomende tijd wanneer ik filmpjes upload. Dus het is misschien wel makkelijk. Mocht je het echt heel leuk vinden om ieder filmpje niet te missen. En niet 100 keer hoeven te kijken of ik een filmpje heb geüpload. Dus welkom als je een nieuwe abonnee bent. En natuurlijk, dankjewel allemaal dat jullie hebben gekeken vandaag. Ja, dat was het. Dus tot de volgende keer. Tot aflevering 14 straks. Het gaat hard. Nou, veel handwerkplezier. Hele fijne weken. En als je ook vakantie hebt aankomende tijd, hele fijne vakantie.